Drie punten, dit soort wedstrijden maken je kampioen. Die moet je winnen. Het was bepaald niet een swing night. Hoe heb jij naar die wedstrijd gekeken? Ja, ik vond het ook een moeizame wedstrijd, eerlijk gezegd. Ik bedoel, ik vind dat we hem terecht gewonnen hebben. En ja, ik geloof niet dat we heel veel kansen hebben weggegeven. Maar ik vind ook dat we zelf weinig gecreëerd hebben. En dat het wat stroperig ging. Maar nogmaals, wel een verdiende overwinning. En daar ging het natuurlijk vandaag om. Drie punten, dit soort wedstrijden maken je kampioen. Die moet je winnen. Uiteindelijk blijft het gewoon ook een moeilijke wedstrijd. Vooral omdat iedereen denkt van, PSV gaat toch wel winnen of iets in die richting. En uiteindelijk, ja, 2-0 gewonnen is wel gewoon prima. We hoopten wel op meer. Kon ik misschien wel wat meer, maar uiteindelijk moeten we er ook blij mee zijn. Nou, voor mij was vanavond een heel belangrijk moment. Want dit zijn de wedstrijden waar iedereen verwacht dat je die drie punten haalt. Maar die moet je wel eerst halen. En dat hebben we gedaan. En dan gaan we ons nu richten op volgende week. En dat gaat voor ons weer een belangrijke wedstrijd worden. En we weten absoluut dat het natuurlijk geen makkelijke wedstrijd is. Ook al hebben zij geen fijn seizoen. Wij zullen er gewoon staan volgende week. Volgende week Ajax uit. Wat roept dat bij jou op? Ja, natuurlijk een hele mooie wedstrijd in de arena. Natuurlijk hebben we wel nog een keer wat recht te zetten. Want de eerste helft hier thuis toen tegen Ajax was niet best. En nu willen we gewoon 90 minuten lang, 95 minuten lang gewoon een goede wedstrijd spelen tegen Ajax. En overal waar we ook komen gaan we voor de drie punten, dus ook in de arena. Zie je wel veel ontwikkeling ten Ajax ten opzichte van de toen je ze de vorige keer trof? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat er toch wel meer vastigheid is. Ze zijn op de ranglijst gestegen, dus zal er ook meer vertrouwen zijn. En ik denk dat ze langzaam aan het toegroeien zijn naar een vaste formatie waarmee ze spelen. Dan hebben ze nog zo'n jongen uit Engeland gehaald, die toch ook wat ervaring heeft. Dus ik kan me voorstellen dat ze wel wat stabieler zijn dan toen wij ze hier troffen. Ja, natuurlijk. Vorige wedstrijd tegen hun was in eind oktober volgens mij. Toen stonden ze heel erg anders op de ranglijst. En ja, toen kwamen ze eigenlijk naar ons. Wij stonden toen de eerste. En hun hadden in principe ja, een soort van niks te verliezen. Want ja, hun speelden tegen de nummer 1. Hun stonden volgens mij toen 17e. Dus hun konden eigenlijk alleen maar winnen. En nu ziet het er natuurlijk anders uit, maar neem niet weg dat wij gewoon daar moeten winnen.